Brugge is een blauw-groene stad en dan hebben we het niet alleen over het voetbal natuurlijk. Brugge investeert al jaren met partners in een sterkere groene buffer rondom de stad. Zo creëren we een klimaatrobuuste rand waar de natuur ruimte krijgt en waar het aangenaam toeven is voor mens en dier. Er komt heel wat op ons af. We gaan stormwinden krijgen, we gaan hitteperiodes krijgen, maar ook koude kan gebeuren, hevige regenval. Het is eigenlijk een ton van weersinvloeden. En we zien dat bosecosysteem en waterecosysteem eigenlijk heel goed gewapend zijn daartegen. Die hebben eigenlijk een natuurlijke draagkracht die we terug in onze stad moeten krijgen. We hebben eigenlijk een strategie met groene kringen, waarbij de eerste groene kring de vesten zijn, die eigenlijk echt rond de binnenstad een mooie groene gordel verzorgen. En nu staan we hier in de tweede groene cirkel. Dus eigenlijk in onze buitenwijken en onze randgemeentes, dat we eigenlijk een kring van parken hebben. En hier hadden we het Veld en Bos en we hebben dat kunnen uitbreiden met Stevenspark. Een Stevenspark waar we ook aan bosuitbreiding doen, maar ook ruimte voor water gemaakt hebben. Waarom? Omdat water ook echt een verkoelend effect heeft in de zomer. En we moeten bij hevige regen ook wel indachtig zijn dat we water kunnen stockeren. Dit is een echt prachtige zone om heel veel water te gaan bufferen, dat dan geleidelijk aan terug zijn weg kan vinden richting zee. Hier op Stationsplein hebben we samen met collega's van Openbaar Domein een kleine 1000 vierkante meter ontharding uitgevoerd. We hebben twee grote bomen bijgezet, we hebben vaste planten bijgezet, meer kleur. Allemaal om dit hitte eiland wat draagzaam te maken, wat schaduwrijk te maken. Om tegen het hitte eiland te gaan, maar ook om water te absorberen vooral. Ik denk dat iedereen zijn steentje kan bijdragen. Hoe kun je dat doen? Ik denk dat iedereen moet kijken naar zijn eigen mogelijkheden. Heb je een privétuin, kan je daar bomen bij planten? Of kan je dat water gaan opvangen? Allemaal mogelijk. Heb je geen tuin, er zijn ook straattuinen mogelijk, waar je ook je bijdrage aan biodiversiteit kan doen. Er bestaan verschillende websites en fora's die uitleggen hoe jij je steentje kan bijdragen. Het was een betonnen plek, letterlijk ook. Onder de speelplaats zelf lag een betonlaag die helemaal uitgebroken moest zijn. Dus naar waterdoorlating was dat eigenlijk een ramp. Dus doordat er hier nu ongeveer 900 vierkante meter uitgebroken is, is dat een hele grote oppervlakte die weer opnieuw water kan laten in de grond sijpelen. Dus dat heeft zeker ook daar zijn meerwaarde. Van de raad dat je groen aanbrengt, voel je ook fristen als het te heet wordt. En daar wordt dan ook gebruik van gemaakt. Op het moment op hete lesdagen kan er ook buiten les gegeven worden. We hebben hier twee plekken gebouwd waar ook buiten les kan gegeven worden. Dus daar wordt heel goed gebruik van gemaakt op zo'n hete dagen. De leerlingen samen met leerkrachten, die hebben ideeën verzameld, die hebben brainstorms gedaan. Die zijn op zoek gegaan naar wat hebben we eigenlijk nodig op zo'n speelplaats, wat zou voor onze meerwaarde zijn. Leuke hoekjes, rustige plekjes, dingen waar we ook wel actiever kunnen bezig zijn of ons afzonderen. En op die manier zijn we samen tot een leuk concept gekomen. Ik denk dat het belangrijk is om, als je ideeën hebt, daarin te geloven, ervoor te gaan. Er zijn subsidies voorhanden, er wordt echt wel hulp aangeboden. Daar hebben wij ontzettend veel aan gehad. Dus ga met je idee, vertel je idee, geef het mee, laat het groeien, laat het bloeien en ga er dan mee aan de slag. Sobo, dankzij het Stad Brugge zijn wij de uitvoerende kracht van de Groene Façade Brigade. Dat is een project dat uit te schrijven is door Brugge, voor Brugge naar morgen ook en voor meer groen in de stad te krijgen. Dan zijn wij uitvoerende kracht om een heveltuintje aan te leggen. De mensen kunnen dat aanvragen. Wij werken een bepaalde week. Nu werken wij in Sint-Andries. De mensen kunnen aanvragen via de Groene Façadebrigade. Daar kunnen ze een aanvraag indienen. Dat wordt door ons verwerkt voor te kijken als het in aanmerking komt. Als dat goedgekeurd wordt, dan komen wij langs om een heveltuintje aan te leggen. De voorwaarden zijn beschreven. Dat is 30 op 50 een plantgat. En wij doen ook de beplanting dan, zodat alles in orde is. Ik weet wel leuke reacties van de mensen die dat aangevraagd hebben. En dan eindelijk realisatie gebeurt, zijn de mensen eigenlijk zeer content dat gratis aangeboden wordt door de stad. En het geeft ook veel kleur aan in de voorgevel. Dus de mensen zijn zeker enthousiast als we langskomen. Ik moet zeggen, onze mensen die dat aanleggen zijn ook wel heel trots dat ze dat kunnen realiseren, zo'n product waarvan dat er ook een meerwaarde gecreëerd wordt voor de stad. Het is iets waar ze naar uitkijken om te doen. We willen dat alle Bruggelingen weten dat we hen nodig hebben en dat we ook jou nodig hebben. Bouw mee aan de Bruggen naar morgen.